Binnenkort worden de Sneker Rooms-Katholieke Parochianen door pastoor Leo van Ulde geïnformeerd over de mogelijke bouw van een toren bij de Martinuskerk aan de Singel in Sneek. In 1862 ontwierp de gerenommeerde architect en kerkenbouwer Pierre Cuypers al een 73 meter hoge toren. Dat zou de hoogste toren van Friesland worden, maar er was geen geld. Er werd wel geld ingezameld, maar dat werd begin vorige eeuw besteed aan de bouw van het Sint-Antonius ziekenhuis. In 2000 kwam een werkgroep met een bouwplan voor een 65 meter hoge toren met woningen naast de kerk. Nog niet een kwart van de bijna 900 parochianen zag dit plan zitten. En nu lanceert pastoor van Ulde binnenkort een nieuw plan. Een futuristische toren van 72 meter hoog. Dat is twee keer zo hoog als het huidige haantje op de Martinuskerk. Ter vergelijking, de Sneker Watertoren is 44 meter hoog. Er is een ontwerp gemaakt dat op 22 maart aan de kerkleden wordt gepresenteerd. Een stalen structuur die volgens de pastoor de optische voltooiing van de Sneker Skyline moet zijn. Even dachten we dat het om een 1 april grap zou gaan, maar volgens pastoor van Ulde is het een serieus plan. Nu krijgen we bij GPTV al snel de neiging om mee te gaan denken. In Drachten staat een toren te koop. Op Marktplaats staan er foto's van. Met wat filmisch knip- en plakwerk ontstaat dan al snel een beeld hoe zo'n toren eruit zou kunnen zien. Ze geintje natuurlijk, maar toch. Een 72 meter hoge stalen constructie vraagt natuurlijk om een lift. Bovendien een uitkijkplateau en je hebt een topattractie voor Sneek. In de Sint-Martinuskerk is volop ruimte voor een slecht weervoorziening. Kortom, met een beetje lef kan dit plan best slagen.